oplossen. Hij lacht altijd. Thank you.
Dames en heren, u heeft kunnen kijken naar de Maaspens van 'Sertogenbosch, bestaande uit bijna alle harmonieën van 'Sertogenbosch. En we moeten nu een klein beetje improviseren voor het concert dat we voor u gaan doen, want we hebben al één keer gerepeteerd. Dames en heren, als u de opstelling in wilt nemen zoals we die op de repetitie in de Maaspoort hebben gedaan. Dus aan de linkerkant van het trap, voor u van de rechterkant van het drumstel, de klarinetten, marikons. Nee, je hoeft het niet. Het slagwerk aan de rechterkant, fluiten, saxen. Achter tegen het podium de trompetten
en de bassen in het midden. De horens hier achter het slagwerk. Ja, nee, ik zal hier. Blijf maar zo zitten hoor. Ja, dat is... Nee, ik moet daar uit. Nee, klopt. Ik hoor helemaal niet. Ik hoor helemaal niet. Ja, dat ja. Ja. Ik heb altijd gedacht dat we een hele grote parade hebben, ja. Met een prachtig leeg plein. Nou, dames en heren, het is nog nooit zo vol geweest, hebben we de indruk. Maar we staan vandaag voor een muzikale uitdaging en natuurlijk ook voor een logistieke uitdaging daar. Daar ga ik u eventjes in meenemen. Allemaal van harte gefeliciteerd met Bevrijdingsdag, 27 oktober 1944. Precies 75 jaar later zijn we met z'n allen nog steeds in vrijheid. En dat hebben we de afgelopen 11 dagen op een geweldige manier met elkaar gevierd. En we gaan het vandaag op deze parade ook met elkaar afsluiten.